Ja, Sven van Beek, dit is een flinke opsteker denk ik voor jullie. De overwinning aan zich, maar ook de manier hoe die tot stand komt vandaag. Ja, ik denk dat we goed begonnen. We gaven strijd en kwamen in de duels. En dat is de kracht van Feyenoord. En uiteindelijk zie je dat we dan daar kracht kunnen uitputten. En dan zie je waar we toe in staat zijn. Ja. Zegt dit nou ook wel iets over die bekerfinale? Dezelfde tegenstander in hetzelfde stadion? Of zegt het helemaal niks? Nee, het zegt helemaal niks. Het zijn twee wedstrijden helemaal op zich, denk ik. Alleen je kan wel een toon zetten en laten zien dat hier niks te halen valt. En een vervelende vraag dan. Maar waarom kan je die toon dan niet altijd zetten gelijk? Want dat is iets wat je ook in jezelf oproept. Ja, maar als ik dat wist, dan hadden we niet zo laag gestaan op de ranglijst. Alleen, we weten wat ons te doen staat. En we moeten met als team werken en elkaar helpen. En dan zie je net als vandaag dat we in de duels komen. En dan komen wij in onze kracht. Ja, het is een mooie middag ook, omdat de doelpunten die jullie maken, die worden ook nog eens gemaakt door twee spelers die dat volgens mij echt even hard nodig hadden, zo'n goal. Ja, ik denk dat het hele team soms in een moeilijke situatie zit. En voor hun persoonlijk is het mooi dat ze hun doelpuntje vandaag meepikken. En dat geeft ook weer zelfvertrouwen naar de volgende wedstrijden. Werkt dat inderdaad zo? Want het is dit seizoen wel vaker geweest dat jullie mooie overwinningen hebben behaald. Maar echt een stabiele serie is er niet gekomen. Maar toch heb je nu het gevoel van die gaat er nu wel komen. Nou ja, heb je gelijk in. Alleen ik denk dat we gewoon voor wedstrijd moeten bekijken. En volgende week tegen Zwolle de tweede stap zetten. En we moeten gewoon inderdaad een goede reeks neerzetten om vertrouwen eruit te kunnen putten voor de finale. Maar ja, daar moeten we als team aan werken. Ja, is dat dit seizoen toch ook wel eens voorgekomen dat je dat dan niet deed? Dat er misschien toch al de blik ook op iets anders was dan enkel alleen die volgende wedstrijd, gezien het overvolle programma wat er is geweest? Ja, misschien wel, maar dat weet je nooit achteraf. Alleen nu moeten we echt voor wedstrijd bekijken. En, ik denk dat we allemaal iets anders gewild hadden, alleen dat is helaas niet het geval. Eindelijk weer eens een keer een lekker weekend, toch? Inderdaad, dankjewel.